was dinsdag ruim 30 graden in Os. Lang niet voor iedereen even leuk. Het is bijna 12 uur en nog geen klant geweest. Nee, dat klopt, maar dat komt ook door het mooie weer. Kijk, dat is altijd in deze periode. En dadelijk, als het weer gaat veranderen, dan komen de klanten vanzelf weer terug. Het is nou ook een hele lange dag voor jou hier. Ja, dat wel, maar we hebben altijd van alles te doen. We zijn in de verbouwing, dus daar kunnen we ook zat mee vooruit. Als je zelf zou mogen kiezen, wat zou je dan het liefste doen? Nou, aan het strand liggen of hier een zonnebankje nemen? Ja, toch hier een lekker zonnebankje nemen. Hier is het lekker koel binnen en hier ben je in 20 minuten ook goed bruin. Dat moet je van je baas zeggen of dat meen je ook echt? Nee, dat meen ik ook echt. Nee, hier wordt geen beachvolleybalveld aangelegd. Het stadion van FC Os krijgt kunstgras. Deze machinist was voorbereid op werken in het warme weer. Ik heb hier een waaier, lekker fris. Hier heb ik mijn fles in staan, daar is het ook koel. Dus mijn drinken blijft koel. En dan heb ik nog een mini koelkastje achterin. Daar zou ik in principe mijn eten in kunnen doen. En het blijft lekker koel. En die mini koelkast ligt helemaal vol met bier nu? Nee. Er zit niks van etenswaren of drank in. Helemaal niets, want dat ligt in de keten in de koelkast. In Lid werd er gewerkt door stratenmakers. Geen pretje. Wat is nou een goede tip van u om de dag door te komen met deze hitte? Gewoon rustig werken, hè. Dus iets minder als anders, maar ja, gewoon rustig blijven. Hè. Worden er dan met dit soort dagen nog speciale dingen voor jullie geregeld? Niks. Helemaal niks. Geen eens een lekker koel drankje? Nee, niks. Niks gezien in ieder geval. Wilt u bij deze niet een oproep doen naar uw baas? Dat wel anders kan? Dat moeten ze uit de eigen doen, toch? Had u niet liever op het strand gezeten nu? Ja. Ja, wel, maar ja, dat doen we aan het weekend wel, hè. Dus, moet ook een beetje centjes binnenkomen. In de supermarkt lieten ze het geld juist rollen. Voor de barbecue. Het wordt zeker barbecue vanavond. Moeten we nu van profiteren, hè. Een lekker stuk vlees. Stokbrood. En gewoon genieten. Een lekker zomers weer. Nou, het klinkt goed. Hoe laat kan ik aanschuiven? Nou, je bent altijd welkom, hoor. Dus maar... dan moet ik misschien nog even een keer naar binnen.